Goedemiddag, beste dames en heren, kijkers, op deze bijzondere dag, Valentijnsdag. En de Sleutelstad gaat u misschien toch nog in hun actie verrassen vandaag. Wij vinden het plezier om hier te zijn. En ik ben buitengewoon blij dat ik kan spreken met Maarten Wolterink. Die is cartoonist. En wat hij allemaal gemaakt heeft en misschien ook nog gaat maken, daar gaan we het over hebben. Wat wij in ieder geval wel als eerste willen laten zien, dat is een clipje. En ik nodig ons allemaal uit om daarnaar te kijken. Ja, daar gaat hij dan, Ton. Hier zijn we, hier teken ik Hugo de Jonge als vogel van een vogelmoeder van een vogelnestje. Hij heeft een prachtige kuif, een soort kuifeend, maar dan in de boom. Hij wordt hier gekleurd. We hebben facts is fake, heb ik gezegd. Daar hebben we de wappies erbij halen. Maar in het nest zitten natuurlijk allemaal kuikentjes. En die schreeuwen allemaal om het hart. Dat kan de zorg zijn, dat kunnen de ouderen zijn. Dat kunnen verzorgingstehuizen zijn. Maar natuurlijk ook kinderen, werkende mensen. Wie gaat het allemaal krijgen? En onze gekleurde, ik heb zelfs zijn pootjes heb ik als Hugo zijn schoenen gekleurd. Zie je dat? Geweldige schoenen. Ik vind het prachtig. En ik neem aan dat ook de kijkers dat zo vinden. Jij bent daar als cartoonist. Ben je daar nou lang mee bezig met zo'n tekening? Nou, wel iets langer dan dit clipje. Ja. Maar gemiddeld zit ik tussen een uur en twee uur uiterlijk. Ja, precies. Dus jij. En is dat meer dan gemiddeld? Is dat, als ik dat vergelijk met de tijd van je collega's, is dat dan. Ben je dan een sneller werker? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben wel een sneltekenaar. Okay. Ook letterlijk ben ik dat. Oké, dat kan je ook. Oké. Ja. En hoe is dat allemaal zo gekomen? Hoe wordt iemand cartoonist? Ja, op mijn website staat, geloof ik, nog steeds. Vermeende ongeschiktheid voor elk ander soort werk. En eigenlijk is dat wel ook wel. Dat klopt dat ook wel. Ik kon leuk tennissen en twee broers waren tennisleraar van me. Dus ik heb dat geprobeerd. Sios na het Agnes. Mm-hmm. In de Kikkerpolder hier heb afgelopen de school. Die namen me toen niet aan. Ik had niet genoeg gesport of het was te druk dat jaar. En toen ben ik maar de HAVO gaan doen. En na de HAVO had ik geen zin om tennisleraar te worden. En ik heb namelijk een zomervakantie lessen overgenomen van mijn broer. Mm. En wat had ik een hekel aan die kinderen, zeg. Vond ik echt helemaal niks. En toen ben ik maar tekenaar geworden. Kunstacademie Rotterdam ben ik aangenomen. Okay. En daar heb ik 4 jaar verbleven en dingen opgestoken. En hoe kom je dan in dat onderdeel van de discipline wat we dan cartoons noemen? Ja, ik zou heel lullig zeggen niet daar. Daar moest je niet voor zijn, bij de kunstacademie. Maar hoewel ik daar heel veel dingen heb geleerd die ik nu nog steeds kan toepassen. Ja. Niet bang zijn voor grote vlakken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Allemaal technieken door elkaar gooien. Ja. Maar het striptekenen kwam eigenlijk daarna pas. Ik heb een paar jaar als vormgever bij reclamebureaus freelance aangeschoven. Het was het programma Quark Express, wat niemand toen nog kende. Dat kende ik toevallig heel goed, van mm-hmm. Apple. En ik kon lekker dingetjes doen. En in reclamebureaus kwam steeds meer de vraag van, kan jij niet even een tekeningetje doen dan? Mm. Ik tekende leuk. Dus, ja. En van de weeromstuit, zo 2-3 jaar later, was ik alleen nog maar cartoons aan het tekenen. Ja, de meeste mensen kennen jou, denk ik, hier in de regio Leiden als de vaste cartoonist van het Leids Dagblad. Ja. Werk je nog ook voor andere kranten? Nee, niet direct. Dus het Leids Dagblad ben ik erg dankbaar. Ik heb wel 10 jaar voor Almere Vandaag gewerkt. Mm-hmm. Tot 2017. En ik heb 2 jaar lang voor Haarlems Dagblad en Haarlemmermeers Dagblad getekend. En ooit nog 2 jaar trouwens voor de Haagse Courant. Toen AD Haagse Courant was, maar Haagse Courant. Ja. Maar het Leids Dagblad is op het moment de enige vaste klant in de krantenwereld van mij. Maar die hoort weer bij een grotere groep kranten, zoals De Gooi en Eemlander. Ja. De regionale Dagblad, Noord-Hollands Dagblad. Ja. En daar komen soms ook tekeningen van mij in. Ja. Bijvoorbeeld bij de Ombudsman,
pagina's die ze hebben. Oké, maar als ik dus jouw tekeningen zie, dan merk ik dat behalve Leidse thema's, regionale thema's, dat je ook gewoon de hele wereld aan kan. Ja, en dat doe ik ook graag. Maar dat is een soort geluk wat je hebt. Dat je kan je net als elke krantenlezer of nieuws, degene die het nieuws tot zich laat komen, kan je erger aan dingen. Ja. Of kan je dubbele agenda's zien of inconsequenties. En in plaats daarvan boze brieven naar de redactie te schrijven, kan je gewoon een tekening maken, ja, in mijn geval. En die wordt hier en daar wel opgepakt. Ja, oké. En want die worden hier en daar overal in de wereld, bij wijze van spreken, ook overgenomen? Ja, dat gebeurt regelmatig. Het gaat wel via twee groepen, Cartooning for Peace in Parijs. En in Amsterdam heb je Cartoon Movement, mm-hmm, die is daar gezeteld. En dat zijn podia waar de tekenaars hun werk kunnen uploaden. En vervolgens kunnen kranten dan zeggen van, nou, dit vind ik wel een leuke, die kan ik gebruiken voor dit nieuws. Oké, want als, ja, kijk, als je met een cartoonist praat, dan moet je natuurlijk vooral ook dingen laten zien. En dat gaan wij natuurlijk nu ook doen. Graag. En dan zien we dus ook dat je dus van Leiden heel ver de wereld intrekt. En stel dan eigenlijk voor dat we een aantal laten zien. En ik wil dan graag ook even dat je daar ook commentaar bij levert. De eerste cartoon die wij nu laten zien, dat is, vertel. Is die regionaal? Die van Leiden bedoel je? Ja, die van Leiden, ja. Ja. Oké, dit is een onderwerp wat regelmatig speelt natuurlijk. Grote steden en aanhangende dorpen, later steden, die hebben vaak die wrijving. Ja. Ik noem maar Den Haag en Scheveningen, die hebben dat ook bijvoorbeeld. Ja. En Rijswijk, waar ik ooit gewoond heb, daar kan ik dat ook nog van herinneren. En Leiden is ook altijd, ja, het is de grootste gemeente van de regio. En dan heb je Oesgeest, Voorschoten, de Zoeterwoudse kant natuurlijk. Gaan ze samenwerken, gaat tot aan de Bolle, gemeente gaat het natuurlijk. En ze willen dus wel van die grote broer van de accommodaties meegenieten, als het ware. Mm-hmm. Het vervoer, de bioscopen, alles wat er aan horeca en dergelijke wordt aangeboden. Maar ze willen ook een zelfstandigheid bewaren. En al die gemeentes moeten natuurlijk tegenwoordig fuseren met iets. En ze praten links en rechts, Wassenaar met Voorschoten bijvoorbeeld. Net mislukt. Net mislukt allemaal. En uiteindelijk moeten ze toch weer terug naar Leiden. Maar die wantrouwen ze, want Leiden zit helemaal ingebouwd. En die wil alleen maar heroveren, zaken terug. Leiden is de olifant die in de kamer staat. En in dit staat. Geval de grote olifant in de kamer, ja. Oké. Goed, de volgende. Next. Je had een... welke wil die hebben? Ik dacht er eentje van waarbij de universiteit op de... Ja, op er de zit hak hier ja. het Doeleneiland. Heb ik hier gemaakt. Tekening van het Doeleneiland. Ja. Dat is een zaak waarvan ik vind dat de gemeente en de universiteit iets te voortvarend de handen ineen hebben geslagen. Mm-hmm. En het wijkje daar van de Doelen toch voor wat voldongen feiten heeft gesteld. En ik heb het hier getekend als dat ze als het ware een eiland overnemen. Ja. Om daar een campus op te bouwen. Ja, dit is overigens wel een redelijk controversieel onderwerp, waar de gemeente en de universiteit samen tegen een behoorlijke groep bewoners optrekken, zal ik maar zeggen. Ja. Heeft het Leidse Dagblad daar nog een bepaalde sturende richting aan kunnen geven of willen geven? Heb jij... Kortom, het wel eens meegemaakt dat de redactie zei, nou, dit onderwerp op deze manier door jou zo opgepakt, dat lusten we niet. Ik krijg af en toe wel eens een tekening terug. Dat ze zeggen, nou, dit is wat te bot of dit wordt wat te pijnlijk. Okay. Of het nieuws is zodanig veranderd dat het niet meer helemaal... En vind je dat een aantasting van jouw journalistieke en artistieke vrijheid? Hele lelijke vraag die je niet wil beantwoorden? Nee. Dat is geen lelijke vraag. Dat vind ik een hele relevante vraag. Maar laat ik zo zeggen, de redactie heeft wel een punt hier en daar. Ja. Dus het is vaak op het randje. Ja. En op een gegeven moment hebben we ook afgesproken van, weet je, als je het gevoel hebt dat het zo controversieel is, overleg het dan eerst even voordat je gaat tekenen. Oké. Want een volgende tekening, ik hoef alleen maar kaasmaak te zeggen, is eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan, hè? Dat is... Hoe de
gemeente weer overleg gepleegd met de verenigingen die vanuit de wijken in Leiden allemaal opgericht zijn. Ja. En een stem vanuit die wijk proberen te geven. Ja, het begint toch een beetje het idee post te vatten dat er wordt wel verteld, maar er wordt niet gehoord. Ja, dus ja. Dingen gaan gewoon door of je zit er voor de vorm bij. Ja. En iemand die daar commentaar over gaf, in het geval met de kaasmarkt, had het over, het is een poppenkast, wij zijn er wel, maar ja. het is voor de show. Ja, ja. Dus ik heb er letterlijk een poppenkast van gemaakt. Oké. Ja, een volgende, die vond ik erg aardig, want het was van een Belgische kunstenaar. Een Belgische kunstenaar? Waarvan ik spannend, denk hoor. Dat jij daar in je, best, ja, daar in je beste Frans... nog iets, Cécine pas une piep, zo kennen we het geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Ik heb nog een hele lange discussie gehad met de redactie. Is het un stadsverwarming of un stadsverwarming? Ja. En in het Frans was het dan wel weer... Une piep, toch? Ja, het is une piep, maar het is un chauffage of zoiets. Un chauffage, ja. Maar ja. Dan was het weer dat woorden die uit het buitenlands letterlijk worden overgenomen. Die worden dan weer vaak mannelijk. Nou ja, dus het was... Ja. We konden allebei de kant op. Is deze niet te moeilijk voor de kijkers? Of voor de krantenlezers? Dat zou ze moeten dan toch wel weten wat er precies aan de hand is met het warmtebedrijf in Rotterdam. Ga je er ook van uit dat mensen de krant verder helemaal lezen? Daar zit wel een soort van spanning in. Ik moet ze wel een beetje op weg helpen hier en daar. Ja. Soms zit er een bovenzinnetje bij om mensen wat in te leiden. Net zoals je bij Fok en Sukker kent al. Er staat iets boven en daar kunnen ze op reageren. Dat kunnen we het allemaal begrijpen. Ja, en ik ga ervan uit dat niet iedereen over die stadsverwarming... Maar dit is wel een langlopend verhaal met veel financiële verliezen... en stomme organisatorische zaken. Dus ik denk dat ze daar wel hier en daar iets van mee hebben gekregen, die kijkers. En dan heb je nog het culturele gedeelte. Kennen ze dat schilderij? Weet je dat ik een parodie doe? Ja, goed. Dan denk ik, als je denkt, waar gaat het in godsnaam over? Nou, dan heb ik ze openlijk gekieteld om wat verder te zoeken. Dat is ook weer waar, ja. En nu hebben we nog een volgende tekening... waarin je langzamerhand van Leiden naar de wereld gaat. Want dat gaat in, en dat heeft iets met Leids chauvinisme te maken. En ook wel met de huidige pandemie, zoals dat met een deftig woord heet. Ja, dat was... het raakt wat met Leiden en het grote nieuws is natuurlijk qua Nederland en de hele wereld corona. Ja. En hoe ga je ermee om? Ja. En daar kwam ook het vaccin bij kijken. En dit is het eerste Nederlandse vaccin wat in Leiden wordt tentoongesteld in het Wetenschapsmuseum Boerhaven. Hè? Ja, de eerste prik van Pfizer in Nederland als het ware. En die gaat nu tentoongesteld worden. Maar het grappige is dat Boerhaven heeft ook mijn tekening gekocht. Okay. Van het Leids Dagblad. En die zit nu in de tentoonstelling. Okay. En dat was eigenlijk hun eerste digitale museumstuk. Dus ze wisten even niet wat ze ermee aan moesten. Hebben met mij gebeld. Hoe doen we dat dan? En wat beloof je ons dan? Wat mogen we ermee doen? En zo. Maar ik heb daar twee naambordjes bij gezet. Okay. Eentje voor de officiële mensen die van wanten weten. En dan eentje nog voor de wappies. Okay. Om even aan te geven wat er verder nog voor gevaren in zitten. Ampul. Oké. Even als een soort break. We hebben niet meer zoveel muziek als dat wij misschien in het verleden wel hadden. Maar nu hebben we toch een stukje muziek. Maar ook met een clip. Kijk maar eventjes. First one is an easy one. It's good for my voice. Okay. The first song is an incomer. Did not sing this song many times. I think one or two times, this song knows everybody, I think. Na na na, na na na, na na na. Now I'm gonna start something else. Nico. Na na na, na na na, na na na. Ik ben toch geen vriend van Nico, en Nico is geen vriend van mij. Ik ben toch een vriend van Nico, en daarom ben ik er nooit bij. Hij is jammer genoeg nog niet zo bekend, maar altijd op zoek naar die volgende band. Op zoek naar dat grote publiek. Ja, dat is Nico. Ja, dat is Nico. En ik ben wel een vriend van Nico, en ik ben er dus al
vriend van Nico. En ik ben er dus altijd bij. Nico waar, Nico wat, Nico hoe, Nico wie, Nico die, Nico kijken, Nico zien, Nico hey, Nico laat, Nico wie. Yo, wie is die man en wat doet hij? Hij staat altijd paraat, klaar voor zijn fans. Niet onder de mensen, maar des te meer social. Hij is magnifico. Ja, dat is Nico. Huis maak je te spend, haar in een staat als een echte fan. De laatste amigo. Ja, Maarten, en als je nou van die Leidse sores en vaak toch zaken van zeggen, ach, wij vinden dat zelf zo belangrijk, maar ach, naar de wereld gaat, dan is dat een hele andere thematiek natuurlijk. Hè? En misschien kunnen we ook beginnen met iets te laten zien. Van waar de hele wereld zich buitengewoon druk over heeft gemaakt. En ik hoef alleen maar te zeggen, I can't breathe. Ja, dat is natuurlijk het in de knel zitten met de knie van de man in, waar was het? Seattle, jongens? Nee, ik weet niet meer waar die stad was. Maar hij is in ieder geval overleden door die klem, die knieklem. En ja, daardoor kwam die enorme dat gedoe omhoog. Ik heb er een tekening van gemaakt. Was het niet in Minneapolis? Het was in Minneapolis, dus waar is dat de hoofdstad van? De hoofdstad Minneapolis is een staat en dat is een stad. Ik heb geschiedenis gegeven, geen aardeskunde, meneer Woltering. Ja, dat vermoed ik al, dat ik niet bij jou terecht zou kunnen. Nee, ik weet het zelf niet meer. Nee, goed. Het zat toen helemaal in mijn hoofd, maar het is allemaal weg. In ieder geval, ja, ik heb de situatie ter plekke als het ware getekend, in hard contrast. En wat mensen niet zo snel zien vaak, is dat ik in de driehoekige uitsparingen, ja, heb ik gaatjes gemaakt en zijn dat eigenlijk Ku Klux Klan kostuums. Ja, ja. Ja, ja. Waardoor je tegelijkertijd, je ziet de rauwe werkelijkheid en je ziet waardoor het is ontstaan waarschijnlijk. Ja. Dat racisme wat er diep in zit. Hier moet ik heel eerlijk van zeggen dat ik dat niet 1, 2, 3 zag. Ik heb een paar maal moeten kijken. Ik dacht, hier. Het is prachtig getekend. Het is bruut. Het is gewelddadig. Het is, als ik me dat ook herinner. Maar wat is nou die extra? En dat extra, dat is toch die Ku Klux Klan. Als je naar die witte stukjes kijkt, dan zie je dat. En dan wordt dit een buitengewoon beklemmende tekening, moet ik zeggen. Ja, dus dat risico neem ik dan maar, dat niet iedereen dat in één keer meekrijgt. Ja, nee. Het is te mooi om te laten liggen. Ja. Nee, nou ja, dat ben ik natuurlijk ook wel met je eens en zo. Ja. Een andere ook, want soms ben je wel uit Leiden, maar toch nog redelijk dicht bij huis. In het Haagse bijvoorbeeld. Als ik die Leidse student noem, die ook hier gepromoveerd is en nu in Den Haag van alles meemaakt, dan heb je daar ook een hele mooie van gemaakt. Dat is de manier waarop in feite, nou vertel het. Dat waren de instortdagen en snelle wederopbouw weer van Forum voor Democratie. Ja. Waarin allemaal mensen wegliepen, boos waren over dat in de jongere tak van die beweging antisemitische teksten werden uitgesproken, allemaal foute dingen. Dat werd een beetje ontkend of gebagitaliseerd. En uiteindelijk wilde Thierry graag door met van alles. Mm. En dat is nog gelukt ook. Hè? De anderen zijn weer een andere partij begonnen, grotendeels. Mijn tekening is in dit geval niet veel tekenwerk. Ik heb het logo van Forum voor Democratie gebruikt. Ze hebben een mooie rode achtergrond. Ja. Onder die tempel, dat tempelfrontje wat ze gebruiken. En ik heb de rode bal eronderuit geschoven en als sloopbal, als sloopkogel ingezet. Ja, ja. Op weg naar de tempel. Ja, ja, ja. Dit is naar mijn idee toch weer een heel ander soort stijl dan wat je normaal gebruikt. Bij de vorige ook al wel eigenlijk. Met welke collega of oud-collega of overleden collega voel jij het meest verwant? Als ik nou een paar namen noem, Collignon, Opland, Bas van der Schot, Eppo Doeven, Peter Vos, Peter van Straten.
Joop Bertrams. Ik zou zeggen Jos Connion en Peter Verstraeten. Oké. Want de lijnvoering van Jos Connion en ook Tom Jansen trouwens. Die is dat, Tom Jansen van Trouw, zoek, geloof ik, hè? Trouw en... Ja, Trouw inderdaad. Ja. Grotendeels. Daar hou ik van. Die hebben lekker dik dun. Mm-hmm. Dus, dat zwaait lekker, zwierige lijn. Ja. Jos Connion doet dat wat kleiner allemaal. Die tekent wat iets meer gedetailleerd. Die kan heel veel tekenen in één tekening. En Tom Jansen doet dat iets... zoomt iets meer in op een kleine actie, interactie. En Peter Verstraeten is gewoon een kwestie van nostalgie. Daarmee opgroeien, ook zo willen arceren. Ja, ook precies. De zaak. En ook het lullige. Het lullige Peter Vos is natuurlijk van een tijdje terug, maar... Peter Verstraeten, hè, zei ik. Maar Peter, Peter Vos, heb ik ook wel meegemaakt. Tekeningen in Vrij Nederland heb ik gezien. Ja. Tekenen veel dieren ook, hè, vaak. Ja, mooie techniek, ja. Maar, ja, mooi, ja. Maar niet inspirerend als van qua onderwerp of zo wil ik worden. Oké. Ja, leuk. Heb je wel eens contact met collega-cartoonisten? Ik doe alweer 5 jaar mee met de Inkspotprijs. Dat is de jaarlijks in Nieuwsport gepresenteerde wedstrijd eigenlijk van afgelopen jaartekeningen. Ja. En dan eten we met elkaar. Mm-hmm. Dus dan zit je af en toe aan tafel met mensen. Ja, ja. Met Tom Jansen of met Joep Bertrams. Ja. Dat is hartstikke leuk. Dus dan probeer je, zeg je nog bijna u als het ware tegen sommige mensen. Zeker. Ik heb met Peter Verstraeten geen woord gewisseld en toen was hij ineens overleden. Terwijl ik al 3 jaar lang daar in de buurt zat. Maar ik was te verlegen daarvoor eigenlijk. Ja. Dus zo leer je elkaar kennen, maar er zijn dus ook battles waarin tekenaars live met elkaar binnen een uur over één onderwerp een tekening maken. Okay. En dat gebeurt in het kader van Inkspot ook altijd in Arnhem of in Enschede, is het laatste jaar in Enschede. En er zijn er 7 tekenaars die dan over hetzelfde onderwerp een tekening maken. En daar spreek je elkaar ook. Daar moet jij hoge ogen gooien natuurlijk, omdat jij heel snel werkt, zoals je zelf zegt. Ja, ik sta nog gewoon een half uur te vervelen, joh. Dan ben ik al lang klaar. Ja. Nee, maar ik heb 3 keer gewonnen inderdaad, die battle. Okay. Afgelopen jaar niet. Het was een online battle, omdat het door corona niet ter plekke kon. Dat is wel een beetje voor mij wat makkelijker dan anderen die nog met lineaaltjes op het scherm zitten soms zelfs. En dat wordt door collega's ook wel gewaardeerd, dat jij zo'n snelle, scherpe pen hebt? Krijg je daar complimenten? We geven elkaar complimenten daar waar we zien van dat heb je goed gedaan. Dat is er niet veel jaloezie de métier? Ja, er is wel jaloezie, denk ik. Maar dat hou je rustig voor thuis. Ja. En je bent beleefd. En iedereen gunt wel zijn plekje bij iets. Tuurlijk. Maar de wereld is soms is inderdaad wel bezet, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Er is veel aanstorm met talent. En soms moet je gewoon wachten tot iemand doodgaat. Ja, het is echt keihard. Of wachten tot een krant een andere redacteur krijgt en een andere wind wil laten waaien. Ja. Zoals dat, Ik wil je nou nog vragen om nog een cartoon te laten zien van waarschijnlijk het meest populaire onderwerp ter wereld uit Engeland. Uit Engeland? Want die is zo dankbaar. Ja, Boris Johnson. Als onderwerp. Ja. Die zegt hier na het afsluiten van het Brexit-akkoord, we're back in control. Ja. Maar ondertussen is er een enorme, is hij geboeid aan een enorme zware gevangenenbal, als het ware, zo'n gevangeniskogel. Heb je favorieten die je het liefst wil tekenen? Sorry? Heb je favorieten die je het liefst wil tekenen? Is Johnson nou een van de mensen waar je zegt, als het even kan? Nee, ik vond of Trump, als Johnson het even kan? Johnson kan het moeilijk uit mijn hoofd tekenen. Er zijn een paar die ik zo kan. Ik kan Trump uit mijn hoofd tekenen, Erdogan. Poetin. Dus er zijn mensen die heel makkelijk gaan, als het ware. Ondertussen ook Hugo de Jonge. Ja. Dus soms wil je gewoon voor het gezicht. Alleen al wil je van, laat hij iets doen, laat hij iets fout doen, dat ik erover kan tekenen. Begin je bij zijn schoenen of bij zijn neus met Hugo de Jonge? De neus van zijn schoenen, toch? De neus van zijn schoenen, goed. Ja, of zijn kuif, ik begin eigenlijk bij zijn kuif. Ja, ja, ja. Want dat moet op het papier passen, dat is heel moeilijk. Ja, ja, okay. Goed, dan nog even, één Trumpje moeten we nog even laten zien. Eén Trumpje, man, ik heb heel veel Trumpen. Maar ik heb in dit geval toch maar een portret genomen van hem. Omdat daar ook veel expressie in kan zitten. Prachtig. En in plaats van een mondkapje heeft hij 2 pleisters met Twitter-tekentjes. Met Twitter-tekentjes, precies. Toen zijn precies. account werd opgeheven na dat Capitool-gedoe. Precies. En hij monddood werd gemaakt. Mm-hmm. Ja, dus ik probeer die woede dan uit te drukken.
En ik hoop dat het gelukt is. Ik hoop dat hij ze mond een tijdje Ja, zeker, 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 zeker. Ja, ik heb er nog 5 die ik wil laten zien, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Misschien dat we dat op een ander moment nog kunnen. Wat ik hier ook wel zie, is dat jij ook al een aantal publicaties achter de rug hebt. Ja. Misschien mogen we dat eventjes, misschien kan je het even laten zien. Ja, ik heb met Rens Heerwer de feestwijzer gemaakt. Van 3 oktober. De 3 oktober van A tot okay. Z, feestwijzer. Ja. En leuk. Dat was een heel plezierige klus, omdat bij elke letter moest een tekening, hadden we voorgenomen. Ons voorgenomen. En de uitdaging was ook om het staan te houden, zoals de feestwijzer ook doorgaans werd uitgegeven. Okay. En dat is een heel leuk boekje geweest, geworden met allemaal weetjes, historische weetjes vaak ook, over de 3 oktoberviering. Ik zie hier nog een paar andere publicaties van jouw hand. We gaan ervan uit dat je nog jarenlang doorgaat en dat dat zo'n hele tafel vol nog gaat worden. Ondertussen, en dat is ook heel bijzonder, hebben wij ook nog een verrassing bij de Leijenaar van de Week. De Leijenaar van de Week is altijd al een verrassing, maar jij zorgt ervoor dat het deze keer bij het voorlezen van het juryrapport nog een extra verrassing komt. En dan lees ik dat rapport voor. Een Leijenaar heeft het over 3 oktober. De rest van Nederland spreekt van Leidens ontzet. De rest van Nederland gaat zich in april bij de VARA, BNN VARA vergapen aan typisch Leiden. Wij noemen de uitzendingen typisch Leids. Ja, het werd inderdaad tijd dat Leiden, stad van Rembrandt en van de oudste universiteit eens expliciet in het zonnetje wordt gezet. We gaan het allemaal zien en stiekem kijken wij daar natuurlijk ook naar uit. Natuurlijk dringt zich dan ook de vraag op wat we te zien krijgen en vooral wie we te zien krijgen. In een artikel voor Sleutelstad heeft Willemijn Schouten gisteren een tipje van de sluier opgelicht. We krijgen van haar allerlei situaties en namen voorgeschoteld. Maar dat is zeker nog niet alles en zeker niet allen. Want in het trotse Leiden van de 21ste eeuw, het zelfbewuste Leiden dat verwaarlozing, armoede en onwetendheid definitief achter zich heeft gelaten, is er één gezicht dat beklijft. Niet onomstreden, maar wel onomstreden markant. En het is wederom de pen van Maarten die hem trefzeker schetst. Jazeker, Peter Labrière, zakenman, winkelier, parkeerhulp, botenbouwer, woordkunstenaar en ongevraagd ambassadeur staat model voor wat wij Leijenaars zijn. En aan de andere kant van de streep, wat men dan typisch Leiden vindt. Op deze Valentijnsdag benoemt de jury hem derhalve tot Leijenaar van de Week, in de wetenschap dat hij zelf een week wat aan de korte kant zal vinden. En die tekenaar, dat is Maarten Woltering, die heeft die tekening speciaal van Peter Labrouillère gemaakt. Nou is dat natuurlijk ook wel een dankbare onderwerp. En je hebt nog eventjes, denk ik, te bewijzen hoe snel het allemaal gaat met het tekenen. Want terwijl ik het juryrapport aan het voorlezen was, heb jij alweer iets op je iPad getekend. En dat gaan wij tot slot nog even zien. Zeker. Licht het nog eventjes toe. Heel even nog, het is toch wel grappig, omdat ik heb hier... Met de snelheid van het licht. Mijn hond Cas getekend, die een hartje in de sneeuw loopt, zodat we toch nog een referentie hebben aan deze mooie dag. Ik wens iedereen veel liefde toe. Zeker. En ik bedank jou en ik feliciteer de kijkers dat ze dit allemaal hebben kunnen volgen. En zeker dus de wonderlijke snelheid waarmee jij erin slaagt om toch weer zo'n afscheidscadeau aan ons te geven. En dan moet ik ook nog even zeggen dat wij volgende week hebben wij Rens Heerwer weer. En die gaat met een bijzondere makelaar spreken, met Ralf Lek.